Nou, dit was ons pensionnetje. House Valsins. We zijn weer klaar. Terwijl we het inpakken. Op naar de volgende locatie. En dat is... Zellam Zee Kapoen. Ja. Sas, wat is er aan de hand? Nou, een beetje griepje, denk ik. Nee! Ik zou je wel willen knuffelen, maar dat gaat niet. Kom, draai eens even lekker in het licht. Nee, het is hier, we staan allemaal gewoon in onze truitjes. En Sas die zit helemaal als een soort Eskimo. Staat hier. Niet dichterbij komen, hè? Nou, Sabine, waar ben je? Kijk, daar is ze. Ja! Vrouw achter het stuur, hè? Nou, we hebben een klein tussenstopje gemaakt. We zijn in Kirchberg. En daar gaan we even... Oh, god. Zo. IJsplaat. Ah, zo. Het is nog geen 7 februari. 7 februari brak ik mijn hand. 7 februari was er ook iets met Sophie, 2 jaar geleden. Hoe gaat ie? Ja. Zelfs een beetje ziek. Daarom gaan we nu naar de apotheek, hè? Waar heb je last van? Hoofdpijn, hoest, snotverkouden. Nou, goed voor je zorg. Oh ja. Komt helemaal goed. Ja. Lekker te eten, wat hebben we? Een lekker dunne kebabje. En kijk eens wat eet Twan. Ook goed geleerd. Geluisterd naar thuis. Fantastisch. Is lekker gezond. Mooi hoor. Lekker. Lekker zeg! Zo, we zijn nu even in de supermarkt en daar kom je natuurlijk alleen maar de Tirolse lekkernijen tegen. Zoals? Het enige waar jij voor met snowbanks in nog meedoet. En dat is namelijk dit, shuttlebrood. Ja. Het is zo lekker, wat zit er eigenlijk in? Er zit een kruid in, hoe heet dat ook weer? Is dat komijn? Zit erin? Ja, volgens mij komijn. Komijn, dat gebruikte ze vroeger tijdens, en nog steeds wel, tijdens bergwandelingen en tijdens tourskiën en zo. En dat is voedzaam, maar heel droog. Het beschimmelt niet. Super lekker, daar blijf je van eten. Dus ik neem wel wat mee. Wat gaan we doen? Auto afspuiten. De auto afspuiten, maar er is nog iets heel belangrijks hier. We hebben 2 blaffende honden mee. Ja, 2 redelijk ziek wordende mensen. Hoor maar, kijk, hier daar staan ze. Zij gaan, hoor dan. Zij gaan met z'n tweeën in deze auto. En dan gaan wij, nu wij nog een beetje... Daar zitten de meeste bacillen. Kwiek zijn. Ja, ik heb heel lang de deur. Wat zei je nou? Daar zitten nu de meeste bacillen, dus jij kan ook ziek worden. Allemaal tegen het raam. Hoes je altijd tegen het raam aan? Je moet toch altijd in je elleboog hoesten? Ja, dat. Binnen 5 minuten zijn de bacteriën dood. De bacterie uit de mond bleef maar 5 minuten. Dus wij gaan samen met de bus.